Oppervlakkige blaaskanker keert bij meer dan de helft van de patiënten terug. Blaaspoelingen kunnen de kans op terugkeer verkleinen. Er zijn verschillende soorten blaaspoelingen en uw arts adviseert welke het beste is voor u. U heeft samen met uw arts gekozen voor BCG-spoelingen. BCG-spoelingen zijn immunotherapie, geïnactiveerde tuberculose. Het schema bestaat uit 27 spoelingen in 3 jaar. U start eerst met 6 spoelingen, 1 keer per week. Hierna 3 spoelingen per 3 maanden. Na een jaar krijgt u om de 6 maanden 3 spoelingen. Het streven is om minimaal 1 jaar spoelingen te geven. Ons advies is om 4 uur voor de spoeling weinig te drinken. Als u plastabletten gebruikt, neem deze dan in na de spoeling. Plas goed uit vlak voor de spoeling. De verpleegkundige brengt een katheter in en spuit langzaam de blaaspoeling in. Probeer de spoeling 1 tot 2 uur in de blaas te houden als het lukt. Hierna kunt u op een gewone wc uitplassen. Na 3 maanden komt u terug op de polykliniek om de blaas te controleren. Daarna vinden de controles meestal de eerste 2 jaar elke 3 maanden plaats.